welkom bij de tweede Maker Faire die we vandaag op de HU organiseren. Gisteravond hadden we de aftrap met de deeltijd. Toen paste iedereen nog in het lokaal, dus een groepje van 9 mensen. Dus vandaag zijn we echt met het dubbel aantal. En ik moet nu al zeggen van dat zoals het eruit ziet, echt het fantastisch eruit ziet. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat je, nu heb je al je spullen uitgestald en wij gaan straks langslopen om te kijken van wat je hebt gemaakt. Hi. Hi. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een hangmeubel gemaakt. Een hangmeubel? Ja. En wat kan dit hangmeubel doen? Nou, dit hangmeubel kan niet zoveel. Je kan er eigenlijk alleen maar spullen opzetten en je kan het ophangen. En deze hangt los, dus die kan ook een beetje bewegen als je wil. Waar liep je tegenaan bij het maken van dit ding? Nou, in eerste instantie had ik deze gaatjes die ik hier heb gemaakt, waar het klein. Hier zie je, zijn ze wel groter, maar hier zie je bijvoorbeeld dat ze heel klein zijn. En dit touw is vrij dik en ik kreeg niet meer doorheen. Dus die heb ik uiteindelijk groter gemaakt. Je had geen dunne touw? Nou, dit touw is heel stevig, dus ik vond het wel een goed idee om te gebruiken. Wat zou je nog verbeteren hierin? Wat ik aan zelf verbeteren is meer de netheid, want hier heb je zo'n gat erin. En verder is hij eigenlijk perfect. Ja. Nou, ik hoop dat je... ik heb er 2 gemaakt en de ene is beter dan de andere, omdat je ervan geleerd hebt natuurlijk. Hmm. Poging 2. Hierachter. Daar staan. Zitten blokjes. Touwtje er doorheen gestoten. En als je er nog wel aan trekt, komt hij gewoon omhoog. Oké, op één klap is die weg. ICT. Eerst maakte je kennis met ontwerpen. Wat mocht je doen? Je mocht Scratch, een robot of een 3D-project. En een eis was dat het leven gemakkelijk moest maken. Je hebt een game geprogrammeerd in Scratch. Dat klopt. Ja, wat heb je gemaakt voor game? Het is een soort doolhof. Waarbij je met een karakter moet je lopen met pijltjes toetsen. Dat is heel klein. En dan moet je eigenlijk naar de ster toe. Dat is het eindpunt. En je moet de vleermuis ontwijken. En hoe lang was je hiermee bezig geweest om dit te maken? Ik ben hier echt heel lang mee bezig geweest. We hebben volgens mij 4 lesuren van 2 uur gehad. En daarbuiten heb ik zeker 3 uur hieraan gezeten. Oké. Heb je er ook nog iets van geleerd of niet? Pijnlijke stilte. Ik heb sowieso geleerd om met een game om te gaan. Dat heb ik niet zo heel veel gedaan vroeger. En om er een in elkaar te zetten. En het is zeker leuk om hier les over te geven. En om het kinderen ook echt te laten doen. Gerard, mag ik jou iets vragen? Ja. Je bent nu ongeveer halverwege. Ja. Hoe gaat het? Gaat goed. Ja, we moeten een beetje opschieten in de tijd, omdat al nog aardig wat studenten ook nog aan bod moeten komen. Maar ik zie dat verschillende studenten zichzelf echt hebben uitgedaagd, dus dat is heel mooi. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een lamp gemaakt met flessendoppen, met een hondenvoerbak en met een stofzuigerslag. Kijk hoor, dit is de hondenvoerbak. Dat is de hondenvoerbak inderdaad, ondersteboven. Als je omdraait, dan kan je de hond uit laten eten nog misschien. Niet aan te raden. Stofzuigerslang, flessendoppen, kippengaas zit erop. Het is allemaal echt materialen die je normaal niet voor een lamp zou gaan gebruiken. Of überhaupt niet gebruikt voor een lamp, echt in de richting. Hoe lang ben je bezig geweest om deze in elkaar te zetten? We begonnen op maandagochtend. Toen heb ik maandagmiddag de materialen verzameld. En op vrijdagmiddag was ik klaar. Dus een week? Dus een week hebben we gemaakt. Waar ben je er tegenaan gelopen dan? Het voornaamste waar ik tegenaan gelopen ben is om de stang en de hondenvoerbak aan elkaar te krijgen. Dat was niet zo makkelijk als ik dacht met lassen, omdat alle 2 roestvrij staal is. Dan kan je niet aan elkaar lassen. En de lampenkap vastmaken aan de stang. Er zit nu een houten ring om. Ik had eerst een ijzeren ring gedaan en die begon te schuiven en te bewegen. Dus maar hij is nu vrij stevig, toch? Ja, klopt. Nu zit hij ook helemaal vast omdat de houten ring net iets te kort is. Ze erop geslagen hebben en dan zit hij eigenlijk wel gewoon muurvast. En wat kan er volgend jaar weer beter?
ontwerpen eigenlijk nog verder aanscherpen. Dat is wat we nog gaan doen. Vind je het leuk vandaag? Ja, het is wel leuk.